En superleuk dat jullie weer kijken naar alweer een nieuwe video van Gewoon Thomas. En zoals jullie waarschijnlijk al weten, is het natuurlijk niet weer zomaar een video, maar een hele speciale video. In deze video ga ik namelijk iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Ik ga een DIY doen. En voor wie niet weet wat dat is een do-it-yourself video. En dat was het do-it-yourself product, die valt nu al van mijn schoot. Ik ga vandaag een Japanse DIY doen. En ik weet niet hoe ik op dit idee ben gekomen, maar het leek me gewoon heel erg leuk om een Japanse DIY te gaan doen. En het leukste eraan is dat ik dus geen Japans kan. En dat ik dus echt geen enkel idee heb wat er als gebruiksaanwijzing op de verpakkingen staat. Maar we gaan het gewoon proberen. We hebben vandaag een Japanse DIY van sushi maken. En ik ga een pizza maken. Dus heel erg spannend. Ik hou van sushi en ik hou van pizza's. Dus het moet gewoon helemaal goed komen. Ik begin in deze video dus met de Japanse DIY van sushi. En ja, laten we maar gewoon als eerste beginnen met de verpakking openmaken. Dat is al gewoon spannend op zich. Ik ben heel erg nieuwsgierig wat hier nou in zou zitten. Het is in ieder geval niet makkelijk af te krijgen. Oh kijk, hier zit van alles in. Wat ik als eerste zie is een zilver pakje, nog een zilver pakje. Dit lijkt wel eigenlijk iets anders. Echt heel erg raar deze verpakkingen. Maar goed, ik heb hier een soort rubbertje. Wat een rare video is dit eigenlijk. Als ik nou hardop moet gaan lezen wat hier staat, dan staat er... Ik heb ook eigenlijk geen idee of Japans ook van links naar rechts lezen is. Is Japans misschien wel van rechts naar links lezen of aan het einde van de tekst naar boven lezen? Je weet het niet, hè? Kijk gewoon naar de plaatjes. Heel handig, ik kijk gewoon naar de plaatjes. Dat deed ik eigenlijk altijd al, naar plaatjes kijken, moet ik eerlijk zeggen. Dit pakje moet ik dus als allereerste, volgens mij zoals hier staat, in het brede gedeelte... Oh, nou, er staat een 1 in. Heel handig, er staat hier een 1 in. En deze moet dan op de 1. Dus dat gaan we als allereerst doen. Veel hoor. Lekker. Dit is echt heel erg lastig. Ja, volgens mij moet ik hier een beetje water bij doen. Gewoon kijken wat er gebeurt als ik hier water bij doe. Oh, dit gaat schuimen inderdaad. Maar, zoals jullie kunnen zien, het is een beetje schuimerig al. Dus ik denk dat dit wel redelijk goed is. Nu komen we bij stap 2. En stap 2, naar mijn gevoel, staat hier dat ik het gele zakje moet pakken. Nou, eerst volgens mij de tweede laag, dat gerimpelde laag van het bakje, water in moet doen. Dan het gele zakje eromheen en dan glad maken met de lepel. Dat lijkt mij in ieder geval dat hier zou staan. Dus dat gaan we ook gewoon proberen. Ik denk meer water. Oh jeetje, vandaag heb ik veel te veel water gebruikt. Dom weer. Maar dit ziet er echt niet slecht uit. Eigenlijk. Oh, wat een grappig. Het wordt een soort gel of zo. Bizar. Nou, ik denk dat het tijd is om naar de volgende stap te gaan. Ik ga hem nog een beetje glad strijken. We gaan eerst water hierin doen. En dan gaan we het rode of rozige zakje hierin gooien. Dus ga je precies hetzelfde doen als bij die ene ernaast. Nou, het rode gedeelte die kan ook gaan drogen. Dat is het rode gedeelte. Oké, dan gaan we nu door naar de volgende stap. En dat, volgens mij is dat alweer stap 4. Ik ga er best wel snel doorheen eigenlijk. Dan blijft er volgens mij nog maar één gedeelte over. Groene zakje in A. En het gele, groene, oranje zakje... Oh, kleuren worden zelfs lastig nu. En het oranje zakje moet in B. Nou, dat gaan we gewoon doen. Het groene zakje in A. Het oranje zakje in B. Ik moet nog pizza maken vandaag, hè. Dus laten we even een beetje gaan opschieten. Oh, heel erg cool. Ik heb nou zakje A erin gedaan. En het wordt al een beetje blauwig. Alleen ik zie het niet hard worden. Dus volgens mij heb ik weer te veel water. Oh, wacht. Volgens mij zegt het plaatje hier dat je een beetje van het oranje bij het blauwe moet doen. En ongeveer zo vol moet het bakje dan zitten. Dus dat gaan we eventjes gewoon proberen. Oh, dit worden de bolletjes. Oh, dit worden dus de visseneitjes. En ondertussen heb ik hier gewoon heel erg veel visseneitjes al gemaakt. Kijk dit, jongens. Dit zijn allemaal visseneitjes. Het is gewoon zo eruit te halen. Ontspannend. Maar goed, laten we het hier neerleggen zo. Hoppakee. Nou, het bolletje is gemaakt. Dan kan dus nu het rubbertje eromheen. Het voelt eigenlijk weer alsof ik seksuele voorlichting had gegeven bij heel de video al. Heel erg vet. Ik ook serieus net echt die vissenbolletjes. Noem ik al heel de vissenbolletjes. Ik bedoel natuurlijk vissen eitjes. Die gaan we ook opleggen.
Oeh. Oh, dat is ook gewoon gelukt. Ik ga hem even een beetje goed leggen nog. Kijk hier dan. Ik heb gewoon 3 stuks sushi gemaakt van Snoep. Ik ben best wel erg trots op mezelf. Ik weet, het krijgt geen schoonheidsprijs. Maar het ziet er best wel oké uit. Dus geef even een duimpje omhoog. Of geef even een cijfer in de reacties wat jullie ervan vonden. Tussen de 1 en de 10. Goed, we leggen nu de sushi even aan de kant. En we gaan door met de pizza. Een echte chefkok houdt zijn keuken natuurlijk altijd schoon en opgeruimd. Dus laten we dat eerst eventjes doen. Oké, dit is dus het doosje van de pizza. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe ik dit moet gaan maken. Want ook deze is in het Japans. En je net hebben kunnen zien, ben ik daar niet heel erg goed in. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Op de verpakking zie ik in ieder geval dat er waarschijnlijk iets van drinken in zit. Volgens mij 2 pizza's en nog een paar koekjes erbij. Dus die gaan we dus allemaal nu maken. Ik kan in ieder geval hier uithalen dat het in ieder geval stap 1, 2, 3 en 4 is. Net als net. Dus laten we gewoon proberen weer de tekst te gaan lezen. We beginnen met... Ik heb hier in ieder geval weer zakjes zoals net. Dus bekende zakjes. Oh, dit zal het glas zijn denk ik. Of misschien het bakje van de saus. Een lepeltje en nog meer zakjes. Dit alles van elkaar afknippen. En gelukkig heb ik al een schaar gepakt. Ik heb alles geknipt nu. En hier staat alles los op mijn plateau. Ik denk in ieder geval te zien. Hier een geel zakje staat bij de eerste stap. Dus laten we gewoon het gele zakje als eerste stap hierin doen. En dat is het bakje met de figuurtjes. En volgens mij zijn dat de koekjes die volgens de verpakking staan. Nee, dit klopt gewoon niet. Het wordt gewoon niks. Het blijft gewoon poeder, dus er moet water bij. Het wordt nu wel echt een soort deeg. Dus ik denk dat het wel goed was om hier water bij te doen. Nee, waarschijnlijk zal er al bij hebben staan hoeveel en zo. Nou, laten we heel erg snel verder gaan met de deeg. Schepjes water erin doen. Daar beginnen we mee. En dit is dus het deeg voor de pizza. Dus dat vind ik wel heel erg grappig. Dat moet ik straks gaan kneden met mijn handen. Dit is het. Nou, dan moet ik het nu gaan kneden. Oh, heel raar is dat. Ik denk gewoon rollen, zo. Doe maar lekker rollen, doe maar lekker rollen. Zo, deze hier ook op. Oké, nu is het dus tijd om de pizza's en de koekjes in de magnetron te zetten. En ik kan echt niet hierop lezen hoe lang het zal zijn. Dus ik zet ze maar gewoon eventjes zo erin. En ik hoop dat het gewoon lekker wordt. Het staat in de magnetron en dan gaat hij nu aan. Oh my god, heel erg spannend. De plak is heel heet. Kijk dan hoe het eruit ziet nu. Heel apart. Het ruikt hier gewoon serieus thuis ook echt naar pizza. De koekjes zaten er natuurlijk ook in. Oh, kijk. Echte koekjes met figuurtjes erin. Maar dit is toch geweldig. Dit is de pizza. En er hoort natuurlijk ook nog het drinken bij. En dit is de sushi. Oké, laten we beginnen met het allereerst de sushi. En ik begin gewoon met de gele. Heel erg spannend. Oh, het valt ook gelijk serieus helemaal uit elkaar. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit smaakt. Met het gele erbij natuurlijk. Ja. Ik vind het echt heel erg zoet. Het is gewoon echt snoep. Het is gewoon alsof je een kauwgombal op eet. Het is best wel lekker, maar je moet wel echt van zoet houden. Ik ga nu de pizza proberen. Dat vind ik ook heel erg spannend. Oh, hij is echt gewoon vast. Oh, hij is gloeiend heet nog. Oh, bizar. Deze maak ik gewoon echt naar pizza. Zo, dat was mijn allereerste DIY in mijn leven die ik ooit heb gedaan. En dat was ook nog eens met sushi en pizza. Hoe cool is dat? En daar mocht ik ook nog eens 2017 mee beginnen. Ik vond het echt super leuk om dit te doen. Het is niet echt heel erg mooi geworden, maar volgens mij heb ik het voor Japans nog niet heel erg slecht gedaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe vooral eventjes een duimpje omhoog. Als je het leuk vond. En, ik moet natuurlijk niet veel vertellen. Volgende week ga ik een item tussen alle bucketlist items die jullie hebben toegestuurd vissen. Die ik deze maand moet gaan uitproberen met de hashtag gewoon doen. Ik vind het echt heel erg spannend. Ik ben benieuwd wat ik deze maand moet gaan uitproberen tussen al die bucketlist items die jullie mij toe hebben gestuurd. Maar goed, dat gaan we volgende week zien. Ik hoop dat je dan ook weer kijkt. Het is volgende week zondag om 4 uur. En dan zie ik jullie gewoon dus volgende week. Houdoei!